Voordat deze video begint, dit is geen deel 2, dit is deel 1. De deel 1, ik heb hem teruggekeken en ik denk van, nee, het is geen leuke video. Nou, het is wel een leuke video, maar voor mezelf meer. Dus ik hou hem privé. Dus ik heb gewoon besloten om deel 1 dus niet te doen. En ik heb deel 2 heb ik als deel 1 gedaan en dan de volgende aflevering is deel 3. En dat wordt dan deel 2 en deel 4 wordt deel 3, zulke dingen. Dus negeer als ik zeg de third episode, want het is de tweede. En als ik zeg de second, dan is het de eerste. Dus veel kijkplezier en ook namens Bowie zoals je hoort. Doei! Welkom bij eigenlijk aflevering 2, toch? Of 1? 1 of 2? 2. De vorige keer vielen wij een land aan, soort van. Ja, en toen ging ik dood door een creeper die 9 hadjes damage deed. 9 haadjes, maar ik heb nu protection 4. Hebben we niet al. Nou ja, de vorige keer heb ik niet precies uitgelegd wat de fuck we doen. Dus ik ga het gewoon laten als een teaser. Als een random video, zonder enkele context ga ik het uploaden. Dit is VOG Kingdom. Ja, het is gewoon een server van een vriend van mij. En ja, superleuk. Erik-Jan zit hierop. Olaf zit hierbij. En nog Cody. En al deze mensen zitten erop. Het is gewoon Kingdom. En we zaten altijd in een land, maar ik heb... onafhankelijkheid verklaard en nu ben ik de... wij hebben dat gedaan. En nu ben ik de koning van het land... Doe even zo... Palgawa. Dus Palgawa, dat zo heet het land. Of zo heet het land. En Olaf is mijn admiraal en mijn rechterhand. Erik-Jan is mijn hertog. Maar ja, dat dus. Dingen doen en zo. Vorige keer waren we dus naar Saria toe gegaan. Superleuk, allemaal kingdoms, supergezellig. Als je wil kijken wat er vorige keer gebeurde, kijk die fucking video, doe niet moeilijk. We gaan dood door deze zombie. Nee, we gaan even klooien met we gaan even zoeken naar... hoe heet het? We zoeken naar... hoe heet die beetje zombie villager? Totdat het dag wordt. Ik heb nu de default aan. Maar dat verander ik later wel. Doe ik zo even. Zo. En zo. Even level 30 worden. Zo. Would be pretty epic. En ik ga ook gewoon even doen alsof de eerste aflevering niet bestond. Dus als stel dat er komt iemand dus in de server of iemand in de call die jullie dan in de aflevering 1 hebben gezien. Stel ik hem toch even voor. Olaf kennen we natuurlijk. Even zo. Die. Olaf kennen we natuurlijk. Van de minigames waar ik hem dik own. Ik doe overal aan mee. Nee, maar die minigames. Ah, tof. World Battle, die. Yes. En dat dus. De beste. Ons zandkasteel. Beste verliezer. Moeten we sowieso weer doen. Erik-Jan komt erbij. Erik-Jan staat er altijd bij. En dan nog Cody en Tom. Cody! Kingdom. Er wordt gebald. Leuk, ik ga niet open doen. Doe mijn moeder maar. We hebben dit nu. Dit is het huis van Tom. Dat er nog niet af, maar ja, redelijk af. Dit is het huis van Erik-Jan. Voor mij ook nog niet helemaal af, maar... Ja, we zijn echt maar 3 dagen uit. Dus van die 2 van die 3 dagen, dit is de derde dag. 2 van die 3 dagen zijn wij letterlijk alleen maar bezig geweest met andere landen. Dus we hebben weinig kunnen opbouwen. Maar in deze video's wil ik dat dus juist opbouwen. En vooral met Olaf. Olaf komt vaak in de video's, schrik ik Jan ook wel. Maar ik denk Olaf het meeste. Gewoon yes. Meer people in mijn ding. Ik heb al heel veel series met Erik Jan gedaan. Maar als Erik Jan er is, dan mag je lekker meedoen voor mij. Niks mis mee. Gaan dus even zoeken naar een zombie villagers. Ik weet niet wat jij aan het doen bent. Ik ga even zoeken naar zombie villagers. Ik ben even dat flesje water aan het opruimen. We gaan dus gewoon een sessie doen. Gewoon een heel veel video's. Ik zie een villager nu al. Ik heb hier een zombie villager. Nice, ik maak een boot. Het is ook nog een farmer. En ik heb al een boot. Ik doe hem gewoon in dat steen. Je hebt al een boot? Oké.
We zijn al redelijk... Ja, ik maak ook weer open. Ben ik fucking snel, dus... zijn wij fucking snel. Dus we hebben al wat zooi gefixt. We hebben al Mending Villager bijvoorbeeld. Die goed verkopen. Ik heb letterlijk één zo'n boek verkocht voor 3 diamond of 3 gold blocks. Kom dan. Klik. Yes. Onderstook, want anders komen de zombies. Oh, dat was een baby zombie die dat gedaan heeft. Die heeft die in de gast gekillt. Oh, dat is mee. Down. Ik ga even helpen. Ik wil even uitleggen. Wat gaan we in deze aflevering doen? We gaan dus waarschijnlijk mijn huis maken. Dat wordt een groot huis. Want ja, ik ben de koning. Dus ja, het zal een groot huis moeten zijn. We gaan dus nog even naar Spawn toe om even wat arrows te kopen. En we gaan waarschijnlijk naar Voorraad om te enchanten. Voorraad is onze alliance en de sterkste kingdom tot nu toe voor in deze server. En dan gaan we nog even langs. Niet heel lang meer. Nee, binnenkort wij wel. We are rising to power. Nee, ik heb het genoemd. Wij hebben een alliance met Vordaar. En wij zitten beide in het noorden. Dus ik heb het genoemd de Noorderpact. Want ja, we zitten in het noorden. Klinkt fucking cool natuurlijk. Zeker. We gaan dus deze gast even... kan jij even hier blijven? Dan ga ik even naar Spawn toe. Ga ik even zo'n arrow kopen. Als je de server wil joinen, het is publiek. Link staat in de beschrijving. Of de IP staat in de beschrijving. Dus als je wilt joinen, be my guest. Misschien als je wilt, kan je ook in My Kingdom. Niks mis mij. Let wel op, ik ben admin, ja, dus don't fuck with me. Want ik kan je zo gewoon uit de server halen. Do not try. We hebben nu 19 gold blocks. Hey, dat is lekker. Zeker. Ik ben niet zo van het minen. Ik wel. Ik heb echt I tried it. Dit hebben we eigenlijk allemaal in 3 dagen gefixt met een beetje hulp qua spullen. Niet zo heel veel hulp, maar gewoon een klein beetje. In ruil van ook hulp van het krijgen van zombie villages, want Cora krijgt dat in. Cora heeft ook heel veel geholpen. Die heeft me echt heel veel eten gegeven en gold en zulke dingen. Maar ja, daar zijn de lines voor. Amarillo is een beetje groot. De kingdom ziet is Kinok, dat zit in het westen. Nou, wij, Paul Gawa. Je geluid, veel uit. Wij zitten rechtsboven. Ja, in de video niet. Komt ook internet. Kinok links zit in het westen. Paul Gawa zit in rechtsboven. Vordaar zit linksboven tot middenboven. En Amarintios zit rechtsonder. Amarintios zijn we ook in good terms mee. Voor mij nog geen alliance. Moet ik even kijken. Oh, wel. En Elidus ook. Maar dat komt omdat wij dus die vorige aflevering met Amarintios, Vordaar en Elidus waren. Dus. Zijn we met z'n vieren? Cody zit niet in het land. Nou, wat? Ja, doe eens K-info Paul Gawa. Dan zie je letterlijk dat Cody niet in het land zit. Ik zou het hem eens even melden een keer. We gaan dus nu naar Spawn toe. Want ja, ik noem Spawn shop. Dus als ik Spawn zeg, bedoel ik shop. Shop. We zijn dus een beetje in beginning terms. Hier een beetje redelijke shit. Niks mis mee. Ik moet nog even wat enchanten. Waarom zijn we... Ik zou het even Erik-Jan messagen. Ja. Oh, ik heb een disc gekregen. Welke? Ik heb voor... Cat. Oh, die hebben we al. Oh, damn. Nou. Bij deze. Ik ben even wat ruimte aan het maken voor een mooie farm, weet je. Cody zit niet in ons land. Zo, Erik-Jan gestuurd. Het kan ook zijn dat een random iemand van ons land gewoon joint. Of misschien iemand van een ander land die gewoon in onze call komt. Als we waarschijnlijk iets doms gaan doen. They better not though. Dus. Nee, maakt niet uit. Misschien zelfs leuker. Oh, wacht. Ik heb fire spec. Dus ik kan nu die koeien slaan en krijg ik gelijk steak. Yes. We moeten sowieso nog koeien farm hebben. Het eerste farm die ik wil hebben is koeien farm. Dat leather. Spider Jockey en een creeper. Maak ik dat nu. Ja, is goed. Oké, hij reageert. Yay. Wat een tempo van hem ook, hè. Ongelooflijk. Zeker. Oké, rennen. Oh, ik heb je op 200% staan. Vandaar dat je zo luid bent. Oké. I'm so very slim.
That is what he called me, the shady. WDD. Wie, wat? WDD. WDD? What the fuck, ja, ik zie waarom? Het. Waarom? De, omdat ik het letterlijk een foto heb gestuurd. Oké, okay, daar. En daar. Maar dus is ook weer even zo'n video oorlog bij zit. Zit niet in heel veel video's, maar er gaat verandering in komen. Niet, ik dacht dat ik best wel vaak aanwezig was. Drie video's. Oh, never mind. Piggies. I try, okay? Die. Ik zal very entertaining zijn. Fucking hope voor je, dus steek ik je neer. Oh. Die. Oké, laten we naar het noordoosten gaan. Even de map erbij, we hebben ook een tilemap. Ik maak de koeienfarm schuin achter Erik Janssen huis. Sure. Het kan altijd een andere plek worden, dus maakt niet zo uit. Ja. Zo. Dat is de lens, maar ik moet het niet hebben. Ik moet de... Die moet ik hebben. Oké. Okay. Hey, enchanted bow, unbreaking and power, nice. Not bad. Oh, ik wil koeien. En ik zie een babykoe. Ah, nee, dat is zielig. Jij gaat wel dood. Oh. Oké. We hebben dus nu een beetje ruimte. Die beesten spannen toch ook. Heb ik net even gemaakt. Het ding is, jij hebt nu een koeienfarm gemaakt, maar we hebben helemaal geen koeien. Nee, maar ik ben aan het bouwen voor koeienfarm. Okay, zodat we zo meteen. Ik ga een W zetten. Dan kan ik even mijn lader halen terwijl ik dan gewoon doorvaar. Dan is er nog wat content. Oh, die kost er. Even iets op mijn W. Ja, mijn microfoon doet waarschijnlijk even op mijn W toets. En dan vaar ik alvast naar voren terwijl ik eventjes weg ben. Oké, dan ben ik zo weer terug. Oké, zo. Ja, het werkt! Oké, ben zo terug. Oké. Yes. Oké. Hij is er weer. Okay. Is het alweer 20 of 30? Yep. Tijd gaat hard. In ieder geval gaan we van mijn ding af. 0%. Dat is net 5%. Oké. Telefoon weer aanzetten. Oké. Maken we die tweede gast gewoon een farmer, toch? Damn, 9 level 39, Jesus. Wie maakt het dood? Level 45. Die villager gaan we straks gewoon even farmen maken, toch? Hallo? Ja, joh. Ah, oké. Okay. Dun. 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 Oké. Okay. Moet ik hier gewoon door blijven gaan? /IP. Oh nee, dat IP ben gaan we niet doen. Niet? Oh.
zaten. Een half uur geleden waren ze niet waar. Ze waren eerst. What the fuck, ik. Ach ja, boeien. We mogen ze het hebben. Waarom hebben ze mensen gekikt? Dat is echt... Nou, omdat ze inactief zijn of niet nodig. Gewoon van die gastjes die gewoon... Oh, sorry dolfijn. Dat was niet de bedoeling, oké. Hou me eruit. Zie, zijn veel actief. Zeker. Ik ga koeien jenken. Ja, is goed. Eigenlijk niet. Nee, blijf even daar. Maar die spant toch niet, ja? Jawel, juist wel. Omdat die nog een zombie is. En zombies die spannen best wel snel. Ik kan hem weg. Nee, maar omdat die in een boot zit niet, als het goed is. Jawel, want ik heb wel vaak genoeg gezien. Ik had een dier en dan was ik weg en kwam ik terug en was mijn boot alleen nog over. Ik ben er toch bijna. Oh. Ik moet toch alleen dat ding kopen en dan doe ik /KS en dan kan je gaan. Jee, ga ik even kijken of we een lead hebben of zo. En dan gaan we ook even wat farms maken. We hebben nog veel te doen voor ons land. We gaan nog heel veel diplomatie maken met voordaar of zo. Dus dat gaan we allemaal zien. Kijken, welke huis is het ook alweer? Wat fuck is dit huis? Ik weet het ding namelijk niet zo heel goed uit mijn hoofd. Ziet er vooral heel lelijk uit. Hebben we nou? Ik ga zo even John Smith aanzetten. Dit is voor mij niet degene die ik moet hebben. Nope. Wacht even, ik zet even John Smith aan. Zo, wachten. Rick? Ja. Wat? Oh, alles loopt vast. Komt omdat ik die texture pack dus inlaat. Nou ja, blijf even wachten. Okay. Nou, ik maak even een iron hoe. Want ben ik klaar. Steen gaat met de snel kapot en ik wil farm. Doe gewoon diamond, boeien. Oké, kom op Minecraft, doe het. Yes. Oké. Nou weet ik niet of ik verstaan ben. Nou ja, boeien. Ik ga nog even... Oh nee, die mag er niet dicht. Ik wacht dat uit. Dit is quartz. Ik hoor Olaf me nu niet. Olaf! Nee joh, niet nodig. Wacht, veel deluxe. BHB en dan ga ik even mijn Discord opnieuw opstarten. Zo, gewoon tijdens de video, boeit me geen fuck. Zo. Dit is hem. Want die heeft zo'n nether, die blokjes heeft de achtergrond. Zo, KS. Ja, hij zit weer daar. Nou, helemaal goed. Even een normale boog pakken. En ik wil een golden apple hebben. Ik weet niet of we die hebben. Maar boog obtained. Nou, hier zit tenminste een appel in. Yes. Zo. Doen we die zo. Die zo. Hoppakee. Golden apple. Oké, die arrows liggen daar. Oké, done. Oké. Waarom start mijn Discord niet op? Ik kon dat ik aan het filmen ben. Oké, hier wil hij de koeienfarm neerzetten. Duidelijk. Heeft hij wel mooi gedaan, toch? Ja, heeft hij. Oké, dat is niet mooi. Ja, Discord start op. Poch.
Oké, okay, nou moeten we even wachten op dat hij die verandert. Terwijl we daarop wachten, gaan we eventjes onze villager wat emeralds uit laten poepen. Tenzij die ze nog duurder heeft gemaakt, dan bekijkt hij het maar. Hij heeft hem weer naar 1. Hij had hem net heel eventjes bij 2, toen dacht ik van fuck jou. Beetje hoofd. Zo, en dan gooien we even een paar mendingboekjes. Hoppakee. Mendingboekjes kosten toch niet zoveel. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké. Okay. 8 mendingboeks. Done. Ga ik eerst naar. Ga ik eerst even enchanten. Wacht, waar ga ik heen? Ik moet even eerst. We gaan even een aparte kist maken. Dus in Erika's huis, ik weet het, maar. Oh, ik dacht dat dit mijn helmet was. Holy shit. Damn. Heeft hij hier hout in? Nee, niet genoeg. Oh ja, we hadden een houtkist daarvoor. Zo, die kan uit. Zo. Nee, dat wou ik niet doen. Zet hem even hier neer. Nee, dat is echt heel lelijk. Zet hem daar neer. Dat is beter. Mending. Oké, dan kunnen we nog even 6 boekjes fixen. Dus kunnen we nog even 6 mending fixen. Even kijken waar de sugarcane is. Waar die het heeft neergelegd. Hoe is het om met de schieten graag of zo? Oh, keeper. Mob Griffy staat uit, dus daar heb ik toch geen last van. Waar heeft hij die suikerkin neergelegd? Heeft hij het in zijn kist gedaan? Nee. Waar heeft hij zijn suikerkin? Nee. Zo. Oké. Fucking bitch. Hoi. Technical difficulties. Beer fucking Discord. Discord sucks ass. Nou, dan ga ik eventjes die problemen oplossen. Wacht even. Zo, dan ga ik even. Zit hij. Oh, hij heeft hier een farm. Oké, dan zeker. Zo. Dan blijf ik even zo. En dan ga ik even kijken. Nou. Ja, dan gaat hij weer uit beeld. Kom op, ding. Doe het nou eens. Oh, hij begint op te starten. Ik zie Olaf gaan met een vleermuis. Ik weet niet wat hij nou aan het doen is. Hij is aan het weghalen. Ik weet ook niet waarom. Maar we gaan het zien waarom. De call joinen. Tenminste, proberen. Nieuw unreads. Wat is er? Oh, nieuwe leden. Wie? Wie? Gingy of Gingy? Prachtig. Heel weinig. Zo.
Nieuw Unreads. Welkom terug. Yes, thank you. Ik was nog steeds aan het filmen. Ik heb gewoon de camera naar jou gericht. Oh, cool. Alles was aan het lagen namelijk. Oké. Okay. Zo. Ik deed met John Smith aan en toen lagde alles. Oh, goed. Is dat nu gefixt? Heeft hij een schep? Geef me je schep! Geef me je schep! Oh. Ik heb een klein beetje farm aan het maken. Ja, maar wat haal je weg nou dan? Ik haal dirt weg. Ja, maar je ook fences, zag ik. Ja, die heb ik wat naar achter gezet, zodat ik wat meer ruimte had voor farm. Ah, hij zit vast! Mam, help! En ik keek er ook naar en ik dacht dat is eigenlijk wel heel cool. Nu hoorde ik een zombie villager. Oh, ik zie hier een baby zombie villager. Houden of niet? Yo. Ja. Ja, maar we hebben niet genoeg gold voor nog zo'n pijl. Maar nee, maar... We hebben vast wel ergens een name tag of zo, toch? Ja. Ja, name tag kan je kopen, dus dat is geen probleem. Moet ik hier ook weer een doos maken? Ga jij even hierin? Heel goed. Jullie zijn even weg. Dan moet ik ook een wandering trader. Dat weet ik niet zeker. Oh, ja, nou kill je jezelf, dom ding. Heb je trouwens toortjes voor mij? Want ik heb zelf niks. Ik heb wel toortjes, alleen nu ben ik even bezig met die villager. Yes, oké. Okay. Kan je eigenlijk als een gast al een naam heeft, kan je hem gewoon de naam veranderen? Voor mij wel, toch? Ja. Tenminste, je bedoelt van gewoon een... Nou, maak even een lelijk huisje ervan. Nee, gewoon, stel ik noem hem Bob. En ik wil hem Piet noemen, terwijl die dan al Bob heet, dan kan ik het gewoon veranderen, toch? Oh, ja. Ja, nee, oké. Dan doe ik alvast eventjes gewoon zombie, of ik noem hem even villager. En dan zodra die bijvoorbeeld... Ik ga die villager die mending heeft, ga ik bijvoorbeeld mending noemen. Ja, yeah, sure. Ik weet niet, voor wat kun je name tags kopen? Bij die ene villager voor 14 emeralds. Dus dat is super goedkoop. Nee, name tags. Ja, voor 14 emeralds. Oh, gewoon hier? Ja. Oh. Nou, ga eruit. Dankjewel. Nee, je gaat er niet uit. Niet letterlijk. Zo. Wacht, staat crop destruction door springen uit? Wat? Oh, wacht, komt het water er niet bij? Trouwens, carrots en potatoes hebben we nou nodig. Omdat ik heb die ene farmer gemaakt. Oh wacht, ik kan hem gewoon resetten. Nevermind. Ik vond die namelijk die andere wel wat handiger. Die, ik weet niet meer wat ik had voor mij. Beetroot en nog iets. Dit nou, water moet omhoog. Fuck, kan je... Is dit een... try to escape, bitch. Nou, word de farmer. Word farmer. Dan doen we het even zo. Hit spit speckle away! We wachten het er wel even af. Zo, hoppakee. Hey. Oh, XP. Ik heb mending op deze Silk Touch Pickaxe. Ik heb hem genoeg zachtjes aanraken, die oars. En hij heeft mending als Silk Touch en efficiëntie via nummering 3. Dus dat is een hele goeie. Is hij al veranderd? Ja. We gaan het zien. Hij is nog steeds niet veranderd. Oh, Jason. Oh, welkom in de video. Ik ben boos op Amarantios. Oh. Kunnen we dit even niet in de video doen? Dit is Jason. Hij is boos op Amarantios. Hij heeft een psychisch probleem, want hij is boos luister. Op Amarantios. Nee, luister, even een dingetje. Ik vind het zo kloot. De joint met iemand... Wacht, moet dit in de video? Ja, het hoeft niet per se, maar... Oké, dan ben ik zo terug, mensen. Ja, en na 3000 uren vergaderingen gaan we de hele wereld overnemen. Super. Zo. Altijd. Dat zou we roll. Is die gast al farmer geworden? Yes. Hij heeft dezelfde trades. Oké, dat werkt niet.
Ik moet nog wat gold hebben, dus ik ga even gold fixen. I'm going to hit spit speckle this fence. Dat is trouwens Jason. Jason is in de van mijn nu niet. Ik hoor hem heel zachtjes. Hij is de koning van Vorda, onze alliance. En waarschijnlijk wel de sterkste kingdom van momenteel de server. Momenteel. Zal niet lang meer duren. Binnenkort ik, dus... Ja. Ja, dus dat. Dus jij komt al meestal eens een random in een call in. Dan praten we over zooi. Why not? Gold. Waar is gold? Ik heb gold nodig. Ik weet alleen niet hoeveel gold. Maar had ik er 7 nodig, dacht ik. Dus ik heb liever gold dan diamond, to be honest. Dat hebben we wel. Nee, maar we hebben niet genoeg gold. Het is een beetje een recht ding geworden, maar ik had ruimte nodig voor andere vorm. En dit ding is toch tijdelijk, dus ik dacht mag wel. Ja, yeah, sure. Ik heb alleen geen toortjes bij me, of wel? Oh nee, ik heb heel weinig toortjes bij me. Ah, ik heb ook geen toortjes. Hebben we cool. Ik maak het eigenlijk een grap, ik heb gewoon 3 stacks in mijn inventory. Low on the coal. We hebben hier... Oh, wacht, nee, dat is Slowness, laat maar. Waarom hebben we een Slowness arrow? Husk. Wie heeft Gejoule Bell gemaakt dan? Ja, ik ook. Ik ben er niet eens. Oké. In torch. Maar dus, ik weet niet of ik het al verteld heb in deze video. Als je wilt meedoen, dat kan natuurlijk altijd. Heb je al verteld? IP staat in beschrijving. Ja, maar alsnog, dat geeft meer mensen. In plaats van 1 krijg je er dan 2. Ja, oké. Gewoon door blijven zeuren, dat komen ze altijd. De reclame komt toch ook echt 3000 keer per dag? Nou, ja. Precies. Zo, ik heb alleen zo'n thuis, dat is wel wat jammer. Rick, we hebben geen kool meer, want ik heb alles gebruikt voor toortjes. Maar ja, ga gewoon naar mine en dan is 4 miljoen kool. Ik ben echt al langs heel veel kool gelopen. Jongen, ik heb jou niet nodig, Diamond. Ik heb jou niet nodig, ik moet gold hebben. Alsnog mooi meegenomen. Hup. Huh? Het is een 9, Dem. Huh? Ah, precies toen ik dat zei hoorde ik de villager fucking mooi. Moet ik weer naar shop toe? Ja, het zal niet. Yo. Ah, ik blijf wel hier hoor, daar niet van. Ik moet geen diamond. Ik moet gold. Yo, er wordt bij ingebroken, man. Nog meer diamonds. Ik wil geen diamond, ik wil gold. Geef me gold, geen diamond. Ben er weer. Hallo. Ach, gezellig. Ik ben weer verder gegaan met de recording. Met de beste kijkers! Ja! Die 2 personen. Grappig. Steek me niet neer. Pieter Visser deed ik eigenlijk na. Beste kijkers! Wie de fuck is dat? Een of andere oude lul zeker, die tv... Nee. Wie kijkt er nog tv in 2020? Nee, dat is die gast... Rick! Nee, luister. Dat is die gast van... zeker vrouw van 80 jaar. Nou, zeker. Die doet altijd zo... Oh, die! Oh ja, die is trouwens onze spanner. Supercool. Mag hebben we eindelijk spanner? Die doet als intro altijd... Ja, die doet als intro altijd... Beste kijkers! Vind ik wel grappig. 6 mensen maar online. Dan was dat echt... Veel meer. Holy shit. Ja. Everybody gone. Everybody dead. Everybody do the deadde. Ik moet gold hebben. Everybody deadde. Everybody no longer alive. Ach, nu. In nu je vochten. Waarom groeit de weed niet? Tot de pipi. Hallo. Welkom in de video. Het is hij. Welkom in de video. Hallo. I'm recording. Hoi. Dit is mijn geliefdallige dame, Erik-Jan. Is Cody al nog gejoind? Nee. Is hij online? Filmen. Dit is eigenlijk gewoon... Nee, maar er was... Hey! Oh, sorry. Dit is aflevering 1 eigenlijk. Een soort van die vorige die we gisteren hadden gedaan. Is aflevering 0, vind ik. Ga ik ook zonder context ga ik die gewoon uploaden. Okay. Ik heb tot nu toe... Why you no say? Then I would have joined earlier. Because it is I am the star of the show. Ik heb net gisteren gezegd van, dat doe ik het morgen wel. No, I am the star of the show. De morgen van gisteren is vandaag.
Nee, maar Rick, dat heb je alleen tegen mij gezegd. Nee, heb ik ook tegen... Ik heb dat in die... Nee, leugens. Leugens, leugens. Leugens. Even kijken. Geef gewoon toe. Je houdt gewoon meer van mij dan van Erik Jan. 16 dia oor heb ik en ik heb nog steeds 0 gold. Dat is toch lekker. Maar wat zijn we doen? Ik ben een farm aan het maken. We hebben nu 3 villagers. Hallo Jason, by the way. We hebben nu 3 villagers. Jason is zeker pad, of niet? Ja. We zijn... Ik hoorde geschreeuwend toen was ja. Ah, oh, hij is er weer. Oh, hi. Nou ja, ik zie jullie, een farm. Kijk, ik kan wel leuk Erik Jan introduceren, maar hij zit al in 4000 video's. Dus hij is gewoon mijn hertog en dat is... Ik zit ook in 7000 video's. Je zit er echt in 3, maar oké. Okay. Hebben we het niet over. Ik ga van minen. Ja, nee, help mij met bouw. Wacht, vind je het eigenlijk wel goed waar ik het doe? Want ik doe het recht achter je huis. Ja, ah, is goed, jongen. Cool. Ah, je hebt nog steng om dat. Yeah. Dus Erik Jan, waarom ben jij op deze server? Ja, waarom ben je? Omdat ik, moet ik de hele backstory vertellen? Nee, gewoon ja? Waarom je er bent. Dat ik vrij was. Ah, wat jammer. So, wij zijn Supreme, we hebben de meeste mensen online, ha. Ik weet niet Diamonds! Yes. Elke keer fucking diamonds! Oh, fucking kut diamonds! Ja, ik wil geen diamonds, ik wil gold! Nee. Ik heb nu 24... Ik heb, oh nee, ik heb... Hey, also, ik heb gold! Trouwens, ik heb nu al echt al 2 keer een... Hoe heet het? Een veen gevonden van 9. Uh-oh. Dus blijkbaar is het niet zo heel zeldzaam. Maar ik heb nu 24 diamond ore en nog steeds 0 gold. Yes, ik heb leather pants. Oh. En ik heb geen Fortune 3, dus ik kan het niet minen. En ik wil het wel minen, want ik heb de XP nodig. Nee, die gaat niet in onze kingdom, Erik Jan. Vooral omdat die ene gast. Bim bam bam. Doe ze in Bandarian ofzo. Vind ik wel een kingdom voor hen. In Vordar. Nee joh, waarom zou je dat doen? Ik wil weten wie het zijn, ik ga eerst vragen hoe oud ze zijn. Ze zijn sowieso echt 12. Zag je ze gisteren niet? En daar is hij. Hey, daar is Cody. Hij zit er wel in. K-info. Nee, hij zit er niet bij. Wacht, 15, 15 en 16. Zou ik even hem eruit halen en dan er weer in doen? Ja, doen we. K, Z. Is hij er nou in? K-info. Ja, nou zit hij erbij. Ja, ik zat te denken van, hey, hoezo hebben we maar 4 mensen, maar... Zeker, zeker, zeker. Lol. Joe. Geen gold of diamonds. Ik heb alleen gold. Nou, ik wil die echt niet in... moet die echt... Mijn bek. Deze moet die echt in weg. Het noorden pakt. Moet het echt? Ja. Nee! Fuck sake. Het mag! Maar waarom? I don't know. Waarom zo? They be annoying. En Brownie. Oh, rijdt ze. Nee, Brownie. Wauw! Even, ik ben even zo terug. Oké, ik heb hem even gedeffend omdat nou echt heel veel mensen komen en ik vind dat onhandig voor de video. Dus, Brownie is ook van Vordor, maar ik begin wel een beetje te veel mensen, dus dan kan ik zo geen, Cody komt ook zo weer in call. Iedereen komt in call, dat is heel onhandig voor de video. Dus ik ga nog even door.
Zo. Doe mij nu. Geef me meer redstone. Yes, gold! Yes, eindelijk! Jew. Hebben we genoeg gold? Nee, we hebben niet genoeg gold. We moeten even wat meer gold hebben. Nou, hier zijn we al geweest. Oh, wacht, hier zitten geen torches, dus hier ben ik dan niet geweest. Sure. Oké, interessant allemaal. Love yourself. We are all good friends. Lapis ore, together till the end. Zo. Oh, hier is nog een spanner. Mooi. Laten we gewoon staan. Zo. Zoals iemand van dit land even de video terugkijkt, gewoon laten staan. Oh ja, trouwens, Jason, dat is dus Arrow, dat is de koning. Die is ook moderator, dus don't fuck with him. Ik zeg het maar even tegen jullie, Voordat het valt, ze gaan niet mijn kingdom in. Daar ga ik geen toestemming op geven. Wacht even. Oh, nee. Ja, nou zitten ze de regels te overtreden. Ze hebben te veel mensen. Dit is, wacht, ik ga het even zo ver zeggen, zodat ik even de video voorbij heb. Ik moet nog een beetje gold hebben. Nou, weet je wat, anders laat ik de video af. Ga ik nog even offscreen verder. En dan zullen er wat minder mensen zijn. Ga ik weer filmen. Dus dat was het even heel leuk. Doe like, abonneren en doei. Tot de volgende keer.